Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En in deze miniserie passen wij de komende dagen op kinderen! We hebben de afgelopen tijd heel veel opdrachten binnengekregen met de vraag of wij nog een keer vader of moeder voor een dag zouden willen zijn. Dus ja. We gaan uitvinden wie van ons de beste vader is. Dit is alweer de nieuwe dag van deze miniserie. Welkom bij Familie Stuk! Hey! Wij gaan met z'n drieën, met vier kinderen, naar een vakantiepark. Jij bent? Logan. We gaan nog drie meisjes ophalen. Drie meisjes? Hey! Hoe gaan we dit vier dagen volhouden? Weet jij goed door het bier? Hallo bierflesjes. Hoe oud denk je dat ik ben, Logan? 40. Ja, toppie. Goed, we hebben ontbijt gemaakt. We staan hier. Kinderen hebben goed meegeholpen. Nou, nu is het makkelijk. Volgens mij wel heel apart. Heel fijn dit. Zo. Gezellig, daar zijn we weer. Hoe is het, jongens? Goed. Alles goed? Ja. Is het leuk om onderdeel te zijn van Familie Stuk? Ja. Zijn we nog een beetje goede vaders? Ja. We weten natuurlijk niet wat voor cijfer we hebben gekregen de vorige aflevering, maar we hopen dat we deze aflevering weer beter gaan doen. Jongens, ik ga jullie zo meteen meenemen naar de kinderboerderij. Ja! Ja! Nou, laten we gaan dan, jongens. Kom maar lief, gordel om doen, hè. Op naar de kinderboerderij. Doei! Giel, ja? Kan je Jello klaar zetten? Kan je Jello klaar? De boete bounce in de dance floor. Logan, ja? Zit het op je neus? Doet na. Wat is zo belangrijk dat jullie niet echt mee kunnen houden? Wat doe jij? Wij moeten hele belangrijke dingen doen. Wij moeten boodschappen doen. Jij gaat met ons. Nee, ik ga niet mee. Doei. Succes, Steef. Zie je zo meteen weer. Echt een slecht idee, maat. We moeten even boodschappjes doen. Nou, ik ben ook wel even blij dat ik even van ze af ben. Ja, ik ook. Jij bent nu alleen met vier kinderen. Ja, ik vind het gezellig. Jij ook? Als ik het niet zie zitten, gaan we gewoon liedjes zingen. Gewoon, dit is echt een officiële test gewoon. Kijk jongens, hier komen alle ezels aan. Kijk. Dit is het basispunt. Jongens. Oh, iedereen is al weg. Boodschappen. Als twee echte huisvaders. Gast, what the fuck zijn we aan het doen, man? Dit is een pure ellende. Ik moet voor fucking vier kinderen zorgen. Ik had hier ook gewoon aan het bier kunnen zitten op het terras. Even kijken, wat moeten we allemaal hebben? Pannenkoeken. Hier hoeveel pannenkoeken gaan hieruit? Ja, we gaan ervan uit dat dit natuurlijk niet gaat lukken. We kunnen namelijk niet zo goed koken en dit is gewoon puur melk toevoegen en klaar. Hoeveel pannenkoeken eet een kind? Ja, kinderen eten één pannenkoek. Poedersuiker. Stroop. We moeten veel meer poedersuiker hebben. Waar is de poedersuiker? Oh, hier man, mama poedersuiker. Poedersuiker. Ik vind het wel even lekker hoor, geen kinderen om je heen. Heerlijk. Ik ben benieuwd hoe het met Stefan is. Terug naar jou, Stefan. Jongens, we moeten de ezels voeren. Kijk, dit is een slecht idee. Oké. Zo, donkeys. You like some food? Ja. Nou, dat was mooi. De ezels gevoerd, deze moeten weer dicht. Heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. Guys? Zijn weg. Ik ben wel die kinderen kwijtgeraakt. Nee. Dat zijn andere kinderen. Waar zijn mijn kinderen? Oh, hier zijn...
Ja, maar expres verstoppen, hè, voor mij. Ja, jij hebt ons uit het oog gelaten. Ja, ik moest toch de ezels voeren, hè? Dat moest ook gebeuren. Ze hadden honger. Logan, niet zo snel rennen! Logan! Ja, kijk, hij peert hem gewoon. Hè. Wacht nou even. Ja, het is gewoon, je moet de hele tijd op je hoede zijn. Zeg maar, die oudste Isis, daar is geen omkijken naar. Maar de jongste twee wel. Oh, je hebt in de poep gestaan. Kom maar. Dat is ba. Oké. Okay. Ja. Ga even naar het kraantje weer. Ja, ga ik afhalen dan. Met je vingers. Ja, dag. Ah, zo, dat is chill, dat is weg. Kom weer met je voetjes, gast. Het is maar liefst 40 graden in Nederland. Thomas kwam op het perfecte idee om even wat simpele zwembadjes te halen. Zodat als ze zo meteen thuis komen, dat ze lekker even kunnen afkoelen. Ja. Oh, die zijn mooi. Ik vind dit soort dingen ook leuk. Ja, nou je moet, ja, voor die kleine kinderen. Hier, neem deze ene grote mee, dan gaan ze sowieso ruzie met elkaar. Oh, deze is mooi, Giel. Dit is de flamingo pool. Dit is ook vet, dit is een sprinkler. Hey, ik ga naar huis hoor, vriend. Kijk hoe vet, die komt gewoon uit de eenhoorn, komt water. Oh, ik kan niet kiezen, Giel. Welke zou ik nemen? Nou, kies maar jongens. Pak maar. Ga ruiken. Wauw, wat doe jij nou? Twee, één. Nee. Lekker. Kom jij maar even mee. We gaan even snoetje wassen. Nee, of niet. Doe het zelf. Toppen. Ga weer. Zeg maar doei, gaatjes. Als je hem nog. Als je hem nog. Ga je mee, maar. We zijn terug. Hey, Stefan. Hey, jongens. Hoe was het op de kinderboerderij? Ja, lachen. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik heb een mooie sproeier neergezet, want het wordt vandaag super warm. Ja, het is al warm. En ik heb een zwembadje, alleen dan moeten jullie even deze oppompen, want ik ben kapot. Nou, To, dit red jij wel even, toch? Dit is helemaal goed zo. Top. Neem jij het stokje maar even over. Ja, het is een soort hittegolf in Nederland, dus je moet zorgen dat de kinderen genoeg verkoeling hebben. Natuurlijk. Ja, lekker pompen. Dit is geen kinderarbeid, hoor. Dit is gewoon spelende wijs dingen leren. Succes! Het zwemmen moet toch gevuld worden, hè? Ja. Ja, goed zo. Nee. Pas op, die slang is niet zo lang. Nee. Kijk eens, wat een mooi speelparadijs hebben gebouwd. Dit is echt zo'n goede tip voor de ouders die kijken. Waterglijbaan en een soort eenhoorn waar water uit komt. Het werkt dus als een tiet. Je hoeft zelf niks meer te doen. Nee, niet schuiten. Wel? Nee, dan gaat de camera stuk. Nou! Ja, het begint avond te worden. En als het avond wordt, gaan kinderen honger krijgen. Dus wij gaan pannenkoeken maken. Pannenkoeken! Hey. Voordat we pannenkoeken gaan maken, wat moet je dan doen? Handen wassen. Doe de mix in een beslagkom en voeg de helft van de melk toe. Laten we twee teams vormen. Hier heb ik ook nog een kom. Jij moet stop zeggen. Ik zeg stop. Stop. Grapje. Meer. Hey, zo! Oh. Sorry, Logan. Mag ik hier misschien? Oh. Heb jij wist? Waarom, hè? Nee. Je moet goed roeren, Logan. Oh. Ik gooi hem op Giel. Goed roeren. Let me. Zo. Ik vond het echt leuk, man, poedersuiker gevuld. Dit is een beetje uit de hand gelopen. We zouden pannenkoeken maken. Helemaal lijf hier, jongen. Echt. Godsamme zeg. Echt. Hier een beetje. Wat een gekke huis hier in die vage keuken. Oké, is hij klaar?
zet in de reacties welke vader jullie het beste vinden. Laat het even weten, hè. Oh, wat zullen we smullen, jongens. Er is nog een beetje poedersuiker over. Of? Ja, volgens mij wel. Thanks, man. Dat was het eten. Waarom gaat het dan nooit een keer gewoon rustig en normaal? Ik vraag het me echt af. De meest gezellige familie van Nederland gaat zwemmen. Ja! Het kan gebeuren, hè? Je verzint er niet. Gewoon een bloedneus in het zwembad. Kijk eens. Het is wel intens, want je moet wel de hele tijd focussen op de kinderen. Je bent niet echt aan het spelen, maar je bent de hele tijd zeg maar aan het kijken wat ze aan het doen zijn of ze niks geks aan het doen zijn. Niet eerder weggaan, niet eruit halen, niks aan doen. Afblijven. Ja! Oh, dit is een lachen, kinderen! Ze gooien hier, landen ze land op mijn buik, dat doet pijn. Ik kan je vertellen, als ze straks op bed liggen, dan vallen ze in één keer zo in slaap. Dus dat is mooi. Ben je klaar voor? Ja. Weet je zeker? Ja. Goed, we gaan verder waar we gisteren gebleven waren, hè? Ja. Mama, ik ben al groot en ik kan heus wel alleen op straat lopen. Maar er staat van alles voor. Hij trekt de pan naar voren en baf! Alles valt met vellen wij op de grond. Eigenlijk net zoals wat jij vanmiddag hebt gedaan met die borden. Ja. Precies hetzelfde. Vond je het een leuke dag? Ja. Ja? Wij vonden het ook leuk. Dankjewel, hè. Slaap lekker. Hoe is dag nummer 2? Dat gegil, ja. Zeg maar, dat wordt wel steeds intenser. Dat gaat wel steeds meer in je hoofd gewoon echo ofzo. Maar die kinderen zijn vanaf 's ochtends 7 uur wakker tot, het is nu 9:30. Ja. En ze zijn continu met ons bezig. Ja. En wij met hun. Ja. Dus dat is zo... Continu, het zit fucking in mijn trommelvlies. Haal het eruit. Leef, al met al, de kinderen vinden het tot nu toe erg leuk. Ik vind het echt en top. Ik ben ook benieuwd wie tot nu toe de beste vader is. Goed, ik ben benieuwd wie de allerbeste vader is. Kom maar op met die punten. Nu heb ik bordje van Giel. Wat vind jij leuk aan Giel? Met poedersuikerstrooien. Met ochtends en 's avonds eten. Het laatste was niet meer zo leuk. Want hij had iets in mijn ogen gedaan. Hij schelt! Godsamme. Hij zegt de verkeerde taal en dan gaan wij dat misschien later ook doen. Giel krijgt vandaag een 9. We hebben nu het bordje van Thomas en Wies. Wat vond jij leuk vandaag met Thomas? Van de koeken pakken. En dat ik van de glijbaan ging en dat hij me toen opvangde. Ik vond dat poedersuikergevecht vond ik leuk. Thomas had ook bijna nog geen minpunten. Wij geven Thomas een 7,5. Wat vond jij leuk aan Stefan vandaag? Bijna alles. En wat vond jij? Ik vond de kinderboerderij vond ik leuk. En het zwemmen vond ik leuk. Ik vond het leuk met het zwembad. Ik vond het wel leuk bij de kinderboerderij. En wat heb je dan gedaan met Stefan? De geitjes eten. Vandaag geven we Stefan een 8. Ik ben ook heel benieuwd wat we morgen allemaal gaan doen, jongens. We gaan het zien, man. We gaan het zien. Eerst maar even goed slapen weer. En voor jullie is dat gewoon
volgende week weer. Helemaal top. Later. Doei doei. Hey, McDonald's! Ik begrijp jullie echt niet. Nee! Lever heeft verloren. Lever heeft verloren. Ja, dit is echt een drama. Zijn jullie al klaar?